Maastricht. Een stad met een magische uitstraling voor mij en waar ik inmiddels al veel voetstappen heb liggen. Toen ik net 20 was, heb ik de LF3 van Arnhem naar Maastricht gefietst. En ik weet nog dat ik het eerste stukje goed moest timen, omdat het fietsveer van Pannerden naar Millingen maar één keer per uur vaart. In het voorjaar van 2020 ging ik op de fiets vanaf Dieren via Elten naar Lobith. Toen besloot ik ook weer eens dit mooie veer te nemen naar de overkant. Eigenlijk vrij onverwacht, want mijn plan was om in de Liemers te blijven fietsen. Eenmaal in Millingen zat ik ook weer op de fietsroute naar Maastricht. Het was leuk om die borden weer te zien. Maar tot mijn verbazing zag ik ook aanduidingen van een Jacobspad langs de weg. Dat had ik niet verwacht op deze plek. En wat een mooie plek zo langs de dijk, met ook teksten om even bij stil te staan. Dat was voor mij het teken om meer informatie op te zoeken over deze route. En zo bestelde ik het wandelboekje Pelgrimswegen tussen Rijn en Maas. Met als doel om dit keer lopend naar Maastricht te gaan in plaats van op de fiets. En wie weet wel verder. Naar Rome. Wat is nou een goed moment om aan zo'n reis te beginnen? Soms moet je gewoon gaan en niet te lang nadenken. In dit geval ben ik gestart op een gewone vrijdag in de zomer van 2020. Het coronavirus zorgde sinds maart voor een lockdown, maar de afgelopen weken werden de maatregelen weer wat soepeler. Zo vertrok ik op 3 juli met de bus naar Millingen aan de Rijn voor het begin van de eerste etappe op het Jacobspad. Via Siflich kwam ik al gauw in Duitsland. De route liep via Wieler naar Kranenburg.